Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is flink zonnig boven Nederland. Er zijn wel een aantal sluierwolken aanwezig. Maar van mist boven zee en lage wolken hadden we geen last. Dat hadden ze wel, bijvoorbeeld boven Engeland en aan de Franse westkust. Maar de, mist die, de lucht boven de Noordzee bij ons was gelukkig droog genoeg, waardoor de mist en lage wolken snel oplosten. Als ik alles in beweging zet dan is dat goed te zien, met name die misten boven het kanaal en ook boven Engeland die heel langzaam aan onze kant optrekken. Maar je ziet het dan eigenlijk boven de Noordzee en vlak voor de Franse westkust op veel plaatsen opdrogen en dat komt dan door de drogere lucht die vanaf land dan de zee opstroomt. De komende dagen wordt het echter minder zonnig en dat zien we dan heel goed terug in de modelanimatie. De invloeden van hoge druk verdwijnen, storingen komen dichterbij, waarvan een eerste zwakke storing later vannacht, die wat lichte regen kan opleveren. Maar de wat meer actievere regen, die vinden we dan bo boven de oceaan terug en bereikt dan uiteindelijk morgenavond ons land. En die regen, dat regengebied blijft een beetje over ons land heen slepen, waardoor het zaterdag op sommige plaatsen tot in de avond en een stuk door blijft regenen. Dan wordt het uiteindelijk wel droog, maar zondag dan staat ons opnieuw wat regen te wachten. Vanavond dus toenemende bewolking en in het begin van de avond nog temperaturen rond 10 graden. Maar onder de opklaringen zal de temperatuur vanavond toch wel behoorlijk snel gaan dalen. Misschien tot wel een graad of 4 aan toe in het zuidoosten. Maar vannacht als dan de bewolking komt, dan loopt de temperatuur overal weer op. En met name in het zuidoosten van het land. Daar kan de zachte lucht nog wel ervoor zorgen dat de temperatuur niet heel veel verder daalt dan een graad of 8. In het noorden van het land, daar is het ietsjes koeler met een graad of 6. Maar het is daarmee een stuk minder fris dan de afgelopen nacht. Ook is het zo dat het in de loop van de nacht van het noordwesten uit op steeds meer plaatsen wat licht begint te regenen. En die regen trekt dan morgen in de loop van de ochtend ons land weer uit. Uiteindelijk wordt het dan in de middag droog, zien we af en toe de zon en loopt de temperatuur op naar maar 9 of 10 graden. Daar waar het bijvoorbeeld vandaag een graad of 15 tot lokaal zelfs 18 was. En daarmee doen we wel een flinke stap terug. In de avond bereikt ons dan een nieuw gebied met de regen, zoals ik al zei. Die dan, waar we dan eigenlijk tot zaterdag in de avond mee te maken krijgen. In de loop van de dag neemt de wind flink toe, tot vrij krachtig aan zee en in de loop van de avond wordt hij zelfs krachtig tot aan de noordwestkust zelfs eventjes hard. Windkracht 7 met daarbij kans op windstoten rond 75 km per uur. Zaterdag en zondag grijs en vooral zondag is een druilerige dag. Zaterdag gedurende een lange periode regen, mogelijk in het noordwesten en westen van het land in de loop van de middag enkele droge momenten. Maar ik denk niet dat het in het oosten en zuidoosten van het land tot in de avond nog een keer droog wordt. De temperaturen wel in de dubbele cijfers, gemiddeld zo'n 11 graden. En de wind die neemt wel geleidelijk aan de kracht af, maar blijft vooral aan zee toch wel behoorlijk stevig. Na het weekend breekt af en toe de zon door. De temperatuur loopt op naar 11 tot 13 graden. Het blijft nog altijd wisselvallig, maar de neerslaghoeveelheden die nemen af. Op langere termijn is te zien dat hoge druk weer geleidelijk aan wat invloed gaat krijgen op ons weer. De temperatuurverschillen tussen dag en nacht nemen toe vanaf volgende week donderdag. En dat betekent dat we wat meer open weertypen tegemoet gaan. Temperaturen zoals bijvoorbeeld vandaag die lijken we voorlopig niet meer te gaan halen. Ook aangename voorjaarsweer zit er voorlopig nog niet in, maar enige verbetering vanaf donderdag lijkt toch wel mogelijk. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.